Watplaten zijn eigenlijk stukken bodem van de Waddenzee die tevoorschijn komen als het laag water wordt. Sommige watplaten overstromen zelfs niet meer bij hoog water. En dat is een perfecte plek voor zeehonden om te rusten en om jongen te krijgen. Op watplaten die wel onderlopen met hoog water zie je met laag water weer andere dieren. Dan zijn er soms duizenden kanoetstrandlopers, een soort vogels. Zij vinden daar veel schelpdiertjes, zoals nonnetjes, als voedsel. Een watplaat verandert steeds doordat zand wordt aangevoerd en wordt afgevoerd door eb en vloed. Daar waar het water snel over een plaat stroomt, zinken alleen de grote zandkorrels naar de bodem. De bodem is daar heel zandig. Stroomt het water langzaam, dan zakken ook de kleine deeltjes naar de bodem en wordt de plaat heel slikkig. Zo ontstaan verschillende leefgebieden voor verschillende dieren. Met elke golf verandert een watplaat weer een beetje. Soms kan een watplaat zelfs uitgroeien tot een heus eiland.